Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een superleuke video. Ik ga namelijk vandaag de My Jewelry adventkalender unboxen. Ik heb er echt mega veel zin in. Het is de eerste keer dat ik het via YouTube ga doen. En ik kan echt niet wachten om 5 vakjes te openen. Ik ga vandaag de eerste 5 vakjes openen. Ik zal al de linkjes in de beschrijving zetten waar je de kalender kan bestellen. Want dat kan vanaf vandaag. En ik heb ook nog wat andere leuke items opgestuurd gekregen. En die ga ik aan jullie ook laten zien. De My Jewelry kalender van dit jaar heeft 10 vakjes. Hij komt binnen in deze zwarte doos. En ik heb de kleur zilver besteld. Want ik draag alleen maar zilveren sieraden. En het zijn dus allemaal cadeautjes. Dus als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. Want dat zou mij heel erg helpen. En dat je abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Oké, we gaan hem lekker openmaken. Ik kan echt niet wachten met deze video op te nemen. Zo ziet de doos eruit. En hier zit ook nog een leuk kaartje dat je hem voor iemand kan doen van bijvoorbeeld Janette. Dus je zou hem ook als cadeautje kunnen geven. Heel leuk ingepakt. Nou, dus we gaan hem openen. En ik ga jullie mijn eerlijke mening vertellen. Als eerste, het zijn dus allemaal hele kleine cadeautjes. Heel erg leuk bedacht. Ik heb dit eigenlijk nog niet eerder gezien. En je kan dit dus ook ophangen in de kerstboom. Dus dat zou je kunnen doen. En dan elke dag eentje kunnen openmaken in de maand december. Heel erg leuk. Of natuurlijk pas wat later. Dus het zijn allemaal super leuke cadeautjes. Oké, ik ga de eerste 5 vakjes openmaken. Ik moet even kijken waar nummer 1 zit. Kijk, zo ziet nummer 1 eruit. Het roze cadeautje. En die ga ik er even uithalen. Oh, het gaat er best wel makkelijk uit. Oké, daar gaan we. Deze doos zijn ook super handig om te houden als je een keer een cadeautje moet weggeven. Wat zit erin? Als eerste oorbellen. Oh, deze vind ik wel leuk. Ik heb dus de zilveren kalender, dus ik ga alleen maar zilveren sieraden krijgen. En het zijn deze leuke oorbelletjes. Best wel basic. Ik denk wel dat veel mensen deze leuk vinden. En heel erg leuk voor bijvoorbeeld in mijn tweede gaatje. Er staat geen prijsje op hoe duur ze normaal zijn. Maar dit is dus nummer 1. Dan gaan we verder naar cadeautje nummer 2. Dat is deze hierboven. Het is wel, de kwaliteit van de kalender is veel beter dan vorig jaar. Die kerstster was gewoon best wel breekbaar als je hem open ging maken. En met dit heb je natuurlijk gewoon allemaal kleine doosjes. Allemaal kleine cadeautjes. Als tweede. Oh, deze vind ik ook heel leuk. Er staat ook onder elk dingetje staat een soort quote eronder. Het is namelijk een armbandje. En ik ben heel blij dat er nu al 2 basic dingen in zitten. Want ik zou dit gewoon dragen. Ik denk dat heel veel mensen dit zouden dragen als armbandje. Gewoon een zwart basic armbandje. Met eigenlijk ook wel een beetje de bedeltjes die bij de oorbellen passen. Dus dit zou ik zeker zelf dragen. Volgens mij verkopen ze dit niet los. Ik heb het in ieder geval nog niet gezien. Ik draag best wel veel sieraden van My Jewelry. Maar deze vind ik heel erg schattig. Dan gaan we alweer verder naar nummer 3. Dat is deze roze. Oh, hierin zit een ring. Ja, we hebben nu wel oorbellen, een armbandje, een ring. Dus ik vind het leuk dat er nu gevarieerde dingen in zitten. Nou, ik draag natuurlijk ook heel veel ringen. En ik denk dat deze er heel erg mooi bij gaat passen. Het is dus, ik moet even scherp stellen, een best wel basic ringetje zo. Maar wel heel erg leuk. En je kan hem natuurlijk verstellen. Dus ik denk dat ik dat misschien in plaats van deze ga doen. Deze is van de kalender van vorig jaar. Dus dat is dit ringetje. Dus dat is nummer 4. Ik ben heel benieuwd. Tot nu toe vind ik de spullen die erin zitten heel erg leuk. Het zouden ook wel dingen zijn die ik zelf zou kiezen. Nummer 4. Oh, ja. Dit zijn nog een paar oorbellen. Ik vind deze wel misschien een beetje te basic. Kijk, ik hou er wel van. Maar ik zou ook wel snappen dat je denkt, oh, dit zijn gewoon echt alleen maar ringetjes. Maar ik heb natuurlijk ook best wel veel gaatjes. Dus in de eerste doe ik meestal iets opvallend. En daarna wel iets minder opvallend. Dus dit zou ook weer perfect zijn bijvoorbeeld voor mijn tweede gaatje. Ze zijn allemaal wel gewoon dat ze niet verkleuren. Dus dat is heel erg fijn. Ja, dus dit zijn gewoon eigenlijk basic zilveroorbelletjes.
Dan gaan we verder naar nummer 5 van de bovenste rij. Heel benieuwd. Dat is de laatste die ik ga openmaken. De volgende, ik ben heel benieuwd. Even kijken. Volgens mij zijn het weer oorbellen. Of nee? Ik heb geen idee wat dit is. Oh, ik weet het. Ik weet het. Dit zijn bedeltjes. Van sterretjes. Wel natuurlijk heel erg leuk in het kerstthema. En die kan je dus, want ik dacht, er zit niks achter. Kan je aan je oorbellen hangen. Dus dat kan je aan elke oorbel hangen. Of je zou het misschien ook aan een kettingje kunnen hangen. Maar ik denk meer dat het voor oorbellen is bedoeld. Ik zou dit zelf alleen met kerst dragen. Ik draag gewoon niet zo snel sterretjes. Dus ja, ik vind deze leuk. Ik vind het wel leuk dat er iets kerstig bij zit. Dus dat zijn deze sterretjes. Dus dat waren de eerste 5 vakjes. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Gewoon jullie eerlijke mening. Ik zou dat leuk vinden als je dat in de comments achterlaat. En dan heb ik ook nog wat leuke items. Die ga ik aan jullie laten zien. Als eerste had ik nog een leuk rokje. Ik vond deze er heel leuk uitzien. Dit groene rokje. Kwaliteit voelt heel goed aan. En ik hou gewoon echt van groen omdat mijn ogen groen zijn. Dan vind ik dat altijd heel erg leuk. Ik dacht leuk met een zwarte trui en zwarte laarzen. Leuk voor de herfst. Echt een herfstkleurtje. Ik heb hem wel in een maatje M besteld. Omdat ik niet wil dat hij te klein is. In een maatje M en hij is normaal 35 euro. Dus dat is dit rokje heel erg leuk. Hier ben ik heel blij mee. Dan heb ik nog dit mega leuke rokje. Hij zit super lekker en ik vind het ook heel leuk om te combineren met een witte trui. Echt een heel leuk rokje. En van een hele mooie stof. En je kan dit ook gewoon met een panty natuurlijk eronder dragen. En hij zit echt perfect. Dus dat is deze. Dan als volgende een basic trui. Deze had ik gewoon echt nog nodig. Gewoon een witte trui. Ik heb best wel veel gebroken en crème witte truien. En ik vond deze er wel heel leuk uitzien. Hij is als eerst echt super zacht. De kwaliteit voelt echt mega goed aan. Hele dikke stof. En er staat in witte letters, maar dat valt niet heel erg op, staat een tekst. Met reverse. Volgens mij. Dus dat is deze trui. Ik heb deze ook lekker in een maatje M. De binnenkant heeft zo'n lekker vliesstofje. Ik hoop dat je dat goed kan zien. Dus het is lekker zacht. Hij is net zo wit als mijn nagels. Deze heb ik in een maatje M. En deze is ook 40 euro. Ik denk dat ik deze heel vaak ga dragen. Misschien ga ik hier volgende week wel in vliegen. Want ik vind het wel echt zo'n lekkere trui. Dan zit er nog een canvas tas bij. Die heb ik niet besteld, die heb ik er gewoon bij gekregen. Altijd heel erg handig, want ik draag heel veel canvas tassen. En deze is normaal 9,95 euro. Dus dat is deze. Gewoon een zwarte met roze letters. Was dit een jurkje? Ik heb echt geen idee meer. Oh ja, dan heb ik nog een heel leuk herfstjurkje. Ik vond deze kleuren gewoon heel erg herfstig eruit zien. Ik dacht leuk voor op een foto ook. En aan de... Ja, in het midden heeft hij een beetje een band. Dus dan zit het ook altijd wat beter. En ja, ik vind hem er gewoon heel erg leuk uitzien. Hele mooie kleurtjes. En ik vind het dus super fijn dat die mouwtjes zo zijn. Dus dit jurkje en deze is 50 euro. En deze heb ik ook in een maatje M voor de zekerheid. Ik zit altijd net tussen een S en een M in. Oké, dit is het volgende jurkje. Echt super leuk. Hij heeft echt van die herfstkleurtjes. Ik hoop dat je het goed kan zien, want het licht is een beetje gek. Maar hij zit heel erg lekker. Hij heeft hier zo'n band. En ik vind hem gewoon echt heel erg leuk. Aan de onderkant heeft hij ook leuk zo'n beetje dat zwierige effect. Ja, dus ik ben helemaal blij met dit jurkje. En dan heb ik denk ik nog een jurkje besteld. Ik moet echt weer eventjes nadenken. Oh ja, klopt. En deze vond ik ook heel erg leuk voor met kerst en de feestdagen. Het is gewoon een zwart jurkje met witte stippeltjes. De kwaliteit voelt wederom weer heel goed. En ik vind het gewoon heel erg mooi dat er in het midden een band zit. De bovenkant is wel helemaal doorschijnend. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Deze heb ik ook in de maat M. En is 45 euro. Dus dat is deze. En dan heeft die mouwtjes zijn zo'n beetje doorschijnend. En de rest heeft dan gewoon een onderjurkje. Ik denk dat deze ook heel erg leuk is. Ik heb het jurkje aan. Ik vind hem echt prachtig. Hij sluit super goed aan. En ik vind het ook een heel erg leuk jurkje. Bijvoorbeeld voor kerst. Echt een heel mooi jurkje. En hij schijnt ook totaal niet door. Hier alleen bij de armen. Maar dat vind ik juist wel heel erg leuk. Dat was de adventkalender en de items van My Journey. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten.
Stel je hebt nog vragen of je wil jouw mening kwijt, zou ik dat heel erg leuk vinden dat je dat in de comments achterlaat. En dan hoop ik je heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!